helemaal, hè? Ja, wacht even, ik ben helemaal stuk, Erwan. Even ademhalen. Ik ben gewoon blij dat het gelukt is, dat het team gelukt is om met name die andere twee spelers gewoon weer, Olaf en Basje erin, dat ze gewoon de draad weer oppakt en een zootje mij ontlast in de avond. Omdat ik natuurlijk gigantisch veel moet passen. Het is geweldig, maar ik moet wel even adem kunnen halen. Wat voor domme. Je wist dat ze taai waren, je wist dat ze weinig fouten maakten. Ze speelden echt goed, hè? Ja, als jij de rally nog eens terugziet, dat is niet te geloven wat ze aanraken. Ik was al van plan om gewoon aan de serviceplaats te lopen, omdat de bal dacht op de grond was. En ze pakten gewoon alles. Ze pakten gewoon alles van de grond af. Kantje boord, hè? Ja, maar dat zijn dit soort wedstrijden altijd. En het is... Zij zijn gewoon een hele taaie verdedigende ploeg. Op een gegeven moment, na zo'n eerste set gaan wij ook verdedigen. Maar dat kost je zoveel kracht. Kijk, zij zijn het gewend, die eigenlijk, maar wij natuurlijk niet. Maar ja, we staan wel in de finale, dus dat draait het om. Klein feestje vanavond? Heel klein feestje, half uurtje. Nog geen Berenburg, daar wacht ik nog even een avond mee. Nou, dan moet je vanavond weer een rondje geven, want ja, kan jou het schelen. Ja. Nou, de groetjes aan Vee, hè? Oké. Ja, oké. Ja, hij. Wie was dat, Olaf? Dat was mijn vader en mijn moeder een stukje. Dus, nou, ze waren wel te spreken over me. Ze waren blij met je? Nou, met het hele team. Hij zei, klasse gespeeld. Schitterend, zo. Het goede van Olaf is dat hij met name één serie heeft gehad die beslissend was voor een setwinst. Vervolgens een hele tijd op 1-1 heeft gestaan, 1 punt maken, daarna een foute service. Maar in de vijfde set perfect aangevoeld heeft dat hij dan gewoon niet fout moest serveren. En dat al voldoende druk bij de Amerikanen gaf. En Olaf die heet niet voor niks natuurlijk de super sub eigenlijk. En hij is denk ik in de rol die hij speelt binnen het nationaal team, is hij uniek in de wereld. Even terug naar dat laatste fluitsignaal, wat gebeurt er dan? Je was jezelf niet? Of was je juist jezelf wel? Ja, ik was mezelf wel. Ik was gewoon ontzettend blij. Het is een, kijk, in zo'n wedstrijd, je begint eigenlijk heel, ook als coachingstaf gewoon heel rustig. Je weet wat de mogelijkheden zijn. We hebben gewoon niet goed gespeeld in het begin. Of de Amerikanen hebben ons gewoon direct de duimschroeven aangedraaid. En dan heel langzamerhand verandert het momentum eigenlijk van zo'n wedstrijd. En als het dan uitloopt op een vijfde set waarin eigenlijk... Vaak zo is dat Amerikanen dat in hun voordeel draaien, omdat zij steunen op een geweldige service side-out. Ja, dan wordt de spanning, omdat het verschil zo vreselijk klein is, je al een keer voorgestaan en teruggekomen hebt. Ja, vervolgens komt er een soort ontlading van alles wat we gedaan hebben en wat we wilden bereiken. Vriendje aan. Ja. Kom, ja. Mijn vriendje, hè? Vriendjes. Mogen toch geen vrouwen mee, Gerard, of wel? Kijk wel, hè? Volgende! Onderscheid wordt gemaakt, hè? Ongelooflijk. Jongen. Vooraf verwachtte iedere volleybalkenner Italië in de finale. Dat gebeurt inderdaad, die krijg je als tegenstander. Die heb je verslagen tijdens de Haarlemse volleybalweek. Je hebt ze ook verslagen in Arnhem. Is dat ook een mentaal voordeel ten aanzien van die finale morgen? Ja, ik denk dat het feit dat we gewoon de laatste keer in de cyclus van 4 wedstrijden 3 keer van Italië gewonnen hebben, dat daar een heel klein mentaal voordeel in ieder geval in zit, dat wij weten dat we van Italië kunnen winnen. Een tweede belangrijk aspect is dat Italië weet dat ze van Nederland kunnen verliezen. En dat weegt misschien nog wel zwaarder bij de Italianen, dat nadeel dan het voordeel bij Nederland. Alleen een finale wedstrijd, dat zijn toch wedstrijden die echt helemaal op zichzelf staan. Die hebben hele speciale emoties en het is een finale. Ook deze wedstrijd speel je maar 1 keer in je leven. En A is een belangrijke slogan, dan denk ik dat je daar ontzettend van moet genieten van zo'n moment als topsporter. En in de tweede plaats moet je voor die ene kans gaan die je ooit geboden wordt. En dat is morgen.